Don, ja. Jij bent relatief recent bij het dagelijks leven gekomen. Wat versta je onder relatief recent? Ongeveer tussen mij en Dylan in. Dat is toch redelijk recent? Ja, een aantal maanden inmiddels al. Een aantal maanden. Dagelijks leven bestaat bijna een jaar. Ja. En hoe ben je eigenlijk begonnen bij het dagelijks leven? Ik had in eerste instantie gewoon een goedgekeurd gestuurd. Want ik was al eigenlijk een hele tijd bezig met YouTube en uiteindelijk mijn groei ging eigenlijk te langzaam. En ik zat van, uiteindelijk komt het gewoon neer op beloning of als het ware waardering voor je video's en waardering voor de tijd die je erin stopt. Dus ik zat van, nou, om een groter publiek te kunnen bereiken moet je dus ook zoiets benaderen. Dus ik zat van, waar ben ik het best in? Commentaries, dus ik stuur een commentary naar Milan op. En blijkbaar vond hij het zo dope dat hij mij in Skype wilde. En zo raakten we een beetje aan de praat en nu zijn we hier. Je begon als game-meneer, maar je bent eigenlijk een beetje ontwikkeld naar de praat-meneer van dagelijkse day. Met je mening over serie. Mm-hmm. Hoe ben je op het idee gekomen voor die serie? Ik waardeer altijd iedereen zijn mening. Omdat ik vind dat een mening belangrijk is. Ook al heeft een mening eigenlijk geen waarde. Een mening is eigenlijk... kan van alles zijn. Dus ik zat van, omdat ik zelf vind dat ik alles met een logisch perspectief benader en dat misschien andere mensen er niet zo naar kijken, zit ik van, neem een willekeurige situatie, geef ik mijn mening daarover en eigenlijk ook een beetje om interactie te kunnen creëren met de kijkers. Van dat hun kunnen zeggen van, ik ben het met je eens, maar op dit en dit vlak vind ik zus en zo. Dus eigenlijk gewoon een beetje een gesprek aangaan met kijkers. En hoe bevalt het tot nu toe? Zowel de serie, dus de interactie aangaan met de kijker, als het dagelijkse leven in het algemeen? De interactie vind ik goed gaan. Er zijn vele reacties. Sommige mensen zijn het eens, sommige zijn het niet eens. Dat hoort. Dat is juist de hele bedoeling van een mening. Maar af en toe krijg ik nog een beetje van die slecht onderbouwde comments ertussen. Maar dat hoort er gewoon bij. Dus het gaat eigenlijk wel goed. Ja. En eigenlijk sinds je bij dagelijks leven bent gekomen, je zei het net zelf al, je groei ging eigenlijk best wel langzaam. Sinds je bij dagelijks leven bent gekomen, is die groei best wel explodeerd als het ware. Ja, ja. Wat vind je het tofste daaraan? Het tofste is dat ik nu zeg maar een... het klinkt stom, maar dat ik nu gewoon echt een publiek heb, een vast publiek ook. Want je hebt natuurlijk ook mensen die komen en gaan. Je hebt ook gewoon vaste kijkers die van het begin tot het einde zullen blijven. Dus dat vind ik eigenlijk wel vet, dat gewoon het vaste publiek, wat altijd zal kijken, dat groter wordt. Jouw gamekanaal draait natuurlijk om games, dat is best logisch. Ja. Heb je veel gegamed in 2013? Ja. Heel veel. Met een grote glimlach. Ja, ik vind het hartstikke leuk om te doen. Heb je dan voornamelijk gespeeld? Wat heb ik voornamelijk gespeeld? Heel wat Dota. Echt heel wat Dota. In het begin van 2013 ook nog een klein beetje Black Ops 2 toen. Maar daar haakte ik eigenlijk relatief snel vanaf. Kijk, wat heb ik nog meer gespeeld? Echt van alles. Ik pak een beetje van alles mee eigenlijk. Ik wil graag zeggen van ik ben dat en dat. Maar eigenlijk, ik pak van alles wat. Dus, je bent eigenlijk een beetje een allround YouTuber. En leuk dat je Dota zei, want ik wilde het eigenlijk ook met jou over gaan hebben. Okay. Ik weet dat je veel Dota speelt. Ja. Je doet ook best regelmatig je livestreams op vrijdagavond met Dota. Hoe ben je begonnen met Dota? Dat was eigenlijk hetzelfde verhaal als ik begon met StarCraft. Dat was gewoon, ik wist zeg maar het bestaan van Dota 1 af, maar dat had nooit echt mijn interesse gepakt. Jaren terug heb ik ook Heroes of New World gespeeld, valt onder dezelfde categorie. Pakte me ook niet helemaal. Maar op een gegeven moment, toen ik hoorde over Dota 2, wekte dat mijn interesse. Dus ik zat van, eens even kijken wat het is, weet je. Dus ik had me ingeschreven voor de beta. En mijn beste vriend had zich ook ingeschreven. Die had al veel eerder ingeschreven. Dus ik heb me ingeschreven. Een week later kreeg ik een key. Dus ik begon het te spelen. En ik vond het zo leuk om te doen. De verschillende aspecten die ervoor nodig zijn, qua mechanics tot gedachtegang, tot kennis, het zit er allemaal in. Dus ik zat van, dit is gewoon mijn game. En logische tegenhanger van Dota is natuurlijk League of Legends. Ja. Wat vind je daarvan? Van League of Legends? Ja. Nou, dat is een hele gemene vraag. Ik vind League of Legends, het is super populair, maar doordat iets populair is, betekent nog niet gelijk dat het goed is. Ik bedoel, zelf hier, Call of Duty Ghost, hè.
Het mag, Call of Duty is een super populaire term, maar dat maakt het nog niet zeg maar een goede game. Maar ja, nu vraag je eigenlijk mijn mening over League of Legends, ik snap hem wel. League of Legends, laat ik het zo zeggen, het is niet mijn game. Ik vind over het algemeen, het concept is goed, de game is wel goed, maar zeg maar dingen, je wordt niet hard genoeg afgestraft. Dus eigenlijk word je niet als het ware getriggerd, en heel veel mensen zullen het hier niet mee eens zijn, maar dat maakt me niet uit. Want dat is gewoon hoe het is. Maar ik vind dat je niet hard genoeg gestraft wordt voor de fouten die je maakt. Dus dan word je ook niet goed genoeg getriggerd om goed te spelen. En ik vind dat Dota dat dan wel heeft. En volg je dan ook een beetje de competitive scene van Dota? Ja. Voornamelijk natuurlijk DreamHack is net geweest. DreamHack is geweest inderdaad. Heb ik helaas niet super erg kunnen volgen in verband met werk. Maar eigenlijk heb ik altijd al ben ik bezig. Ik heb ook een tweede scherm. Er zat altijd wel een Dota 2 stream aan. Oké. En dan 2013 als gamesjaar. Wat vond je ervan? Best oké. Uiteindelijk is het gewoon net een gamejaar net zoals elke andere. Alleen dan met andere titels en andere herhalende titels. Dus deze jaar het had wel een aantal spectaculaire hoogtepunten. Maar ik weet niet, ik vond het niet super speciaal ofzo. Je hebt geen console in je bezit of wel? Ik heb een Wii en een Gamecube. En een Gamecube. Ja. Dan is natuurlijk eigenlijk wel een logische vraag. Ja. Omdat eind dit jaar is natuurlijk de PlayStation 4 uitgekomen. Ja. Ga jij een PlayStation 4 halen of een Xbox One in 2014? Denk het niet. En waarom? Ten eerste, voornamelijk zit ik nog steeds altijd achter mijn PC en daar heb ik al mijn games op. En sowieso, nou, ik heb het nooit echt gehad met een controller in mijn handen. Behalve voor de Gamecube, die had echt een super heerlijke controller. Maar voor de rest, alle andere controllers vind ik een beetje... En ik ben nooit echt een consoleman geweest. Sinds PlayStation 1 en toen Gamecube en daarna zakte het een beetje in. Zat ik van Xbox en PlayStation, nee. Dus ik denk dat ik geen één ga kopen. En dan, als we even gaan vooruitblikken, voordat we het over je top 5 gaan hebben. Ja. 2014, wil ik het hebben over jouw eigen YouTube kanaal en ook over natuurlijk het gamesjaar. Laten we beginnen met het gamesjaar. Wat verwacht jij van 2014? Iets anders. Ik wil eigenlijk dat de vaste titels die er nu zijn, dat die eigenlijk gewoon even de deur uit gekikt worden. Laten we zeggen dat bijvoorbeeld een vaste titel, FIFA 14. You know, het is een voetbalgame. Natuurlijk, voetbalgame of voetbal is heel erg populair, maar whatever. Die mag voor mij apart even weg. Call of Duty mag voor mij apart ook weg. Vind ik geen toegevoegde waarde meer hebben. Dus eigenlijk alle herhalende games moeten zelf even gewoon een switch omdraaien van dat ze hun game even helemaal gaan omgooien. En gewoon even wat andere shit. En gewoon wat meer van die, ik weet niet, shit waar je meer over moet nadenken. Van stealth games of zoiets. Dat je gewoon eerst de situatie moet bekijken, een stappenplan zetten en dan dat je dampers gaat uitvoeren. Dus misschien een soort puzzle, stealth, adventure-achtig iets. Ik verwacht, zoiets wil ik eigenlijk wel zien. Denk je dat dat die beweging voornamelijk gaat plaatsvinden dan op de computer? Vanwege indie games? Of denk je dat dat vooral gepusht gaat worden door de next gens? Ik hoop next gens. Indie games zijn nog relatief, het is heel erg populair nu, maar ze zijn nog te erg basic. Dat maakt het juist zo toegankelijk, omdat ze juist zo basic zijn en dat je zo kan instappen en je snapt gelijk wat er aan de hand is. En op zich, zo moet een game ook beginnen. Maar uiteindelijk vind ik wel dat het niveau van de game echt veel hoger moet zitten dan. Dat je uiteindelijk gewoon inwerkt naar een hoger niveau van de game. Maar jij verwacht dus voornamelijk, of jij wilt het liefst eigenlijk, dat er vernieuwingen in de gameplay gezocht worden. Dus niet juist in de graphics, wat we tot nu toe bij de next graphics eigenlijk maakt de wel game niet hebben. Graphics maakt de game niet. Gameplay maakt de game. Kijk Minecraft. Allemaal, dat is een leuke, daar heb ik eigenlijk wel een leuk op. Ik kreeg laatst een comment op een Minecraft video van mij. En ik heb Minecraft, nou whatever, ik heb gewoon een aantal functies had ik uitstaan. En dan kreeg ik echt van, yo Don. Ik vind het best wel jammer, maar je graphics zijn een beetje laag van je Minecraft. Ik zat van, yo, dit meen je niet. Het is Minecraft, het gaat niet om de graphics, weet je. En dat is met heel veel, dat heb je nu dus ook met die indie games titels. Grafisch gezien zijn ze niet spectaculair, maar juist de toegankelijkheid van de game, dat is juist wat ze aantrekkelijk maakt. Dus voor mij apart, een game moet gewoon goede mechanics hebben en of een goed verhaal als dat erin zit. En dan ben ik eigenlijk al grotendeels verkocht.
En dan je YouTube kanaal. Ja. Het is natuurlijk dit jaar enorm gegroeid. Ja. Je hebt recent 5000 abonnees bereikt. Ja, klopt ook. Wat wil je bereiken graag in 2014? Ja, groter publiek, dat is vanzelfsprekend en dat gaat ook wel met de tijd meekomen. Maar ik wil gewoon zeg maar echt een, als het ware een naam zijn, een merk als het ware. En niet zozeer dat ik op straat word herkend of zo, dat maakt me niet zozeer uit. Maar gewoon echt dat als je aan YouTube denkt, dat je ook aan mij denkt als het ware. Als je zeg maar aan een Nederlandse YouTuber denkt, die gewoon heel leuk games zit te spelen, dan moet je bij hem zijn. Dus gewoon echt een naam zijn, dat zou ik wel willen. Oké, okay. Dan komen we nu aan bij top 5. Oké, okay, dan pak ik van 2013. Ik heb het op mijn telefoon staan. Als nummer 5 heb ik The Wolf Among Us. Dat is dezelfde makers van The Walking Dead, die storyline, Telltale Games. Heb ik laatste eerste episode van geëindigd of uitgespeeld. Ik vond het verbazingwekkend goed. En zeg maar in The Walking Dead, die serie of die game, vond ik af en toe nog een beetje van. En dat hebben ze heel goed aangepast in The Wolf Among Us. Daar hebben ze van geleerd. Dus dat vond ik heel erg goed. Laatst is er ook Legend of Zelda Wind Waker HD uitgekomen. Gewoon een remake van de game. Ja, Wind Waker, gewoon een geweldige game. Dus ik zat van, ja, waarom niet? Nummer 3 heb ik The Stanley Parable. Hebben ze een remake van gemaakt op de Half-Life 2 mod. En het zit zo vernuftigd in elkaar. Heb je het wel eens gespeeld? Nee. Nee, dat moet je eens een keer doen. Dat is echt een hele leuke game. Dan word je zeg maar begeleid door kamers heen. En die narrator, de verhaallijnman als het ware. Het is gewoon een hartstikke leuke game. Nummer 2 heb ik Outlast. Dat is ook een indie titel. Het is een horror game. En dan loop je door een asylum heen en shit als journalist. En het gaat op een gegeven moment helemaal verkeerd. En dan moet je vluchten. En dat zit ook echt heel goed in elkaar. En nummer 1, doe eens een gok. Dota 2, heel goed. Daar heb ik zoveel tijd in gestopt, dat moest wel een nummer 1 zijn. Oké, okay. Verrassende top 5. Heel weinig eigenlijk echt AAA games. Ja. Ja, ik zat er ook nog aan te denken om Battlefield 4 erin te stoppen. En op zich, de game is wel oké. Of de game is wel goed. Maar ze hebben nog te veel aspecten erin waarvan ik zit van... Nee, het is het net niet, weet je. En het is over het algemeen, het zit leuk in elkaar. Maar dan zit ik ook van, ja, als je op fucking 100 meter afstand gewoon je fucking linker muisknop in kan houden en dat je wapen gewoon niks doet, dan vind ik dat er wat mis is met je game. En, maar dat heeft dus ook weer te maken met toegankelijkheid en marketing, maar daar gaan we niet verder op in. Dan het laatste. Oké. Okay. Nieuwjaarsgroet. Voor de dagelijkse reekijkers. Nieuwjaarsgroet. Zorg dat je goede voornemens hebt en dat je er ook aan houdt. Want anders zijn het geen voornemens. Ik ben Don, ik wens je veel plezier. Veel kijkplezier op YouTube. En gewoon een heel gelukkig nieuwjaar in 2014. En ik zie jullie vast wel, weet ik veel, op dagelijks AD verschijnen. Of op een meeting of waar dan ook. Daar ben ik vast ook wel.